Hele goedemorgen familie en vrienden. Hoe is het met jullie? Ik hoop dat alles goed gaat. Nou, vandaag gaan we hebben over de Dumbbell Band Overall. Ten eerste wat je allemaal voor nodig hebt, is een bank en een dumbbell. Zorg ervoor dat je dumbbell niet te zwaar is, maar ook niet te licht. Dat je wel kunt presteren. Dus blijf volgen. Het is heel belangrijk ook wel om te weten, voordat je met een bepaalde training of oefening begint, van welke spiergroepen ga je allemaal daarbij trainen. In dit geval gaat het over de Dumbbell Band Overall. Bij deze train je brede rugspieren, je buikspieren hou je ook wel op spanning. Je maakt een trekbeweging waardoor je ook de biceps traint. Wanneer adem je uit? Ook dat is een belangrijk punt. Je ademt pas uit op het moment dat het gewicht omhoog komt, adem uit. Omhoog kom, adem uit. De vraag is, wat is de juiste houding van de Dumbbell Band Overall? Maar voordat je daarmee aan de slag gaat, het is heel belangrijk om te weten, wil je met je rechterarm eerst presteren of wil je met je linkerarm eerst beginnen? Ik ga met mijn rechterarm beginnen, dus wat ik doe? Let op, ik ga hiernaast staan, ik wil met mijn rechterarm presteren, dus mijn linkerknie. Die gaat op het bank, ik pak de bank vast. Zorg ervoor dat je been niet te ver is, maar ook niet te dichtbij. Je houdt hem ongeveer de schouderbreedte, zodat je zelf in balans kunt houden op dat moment dat je de gewicht boven trekt, dat je niet naar beneden valt. Eerstvolgende focuspunt is bij je bekken. Je kantelt richting naar buiten, zodat de bilspieren op spanning komen. Oké, je houdt je rug recht, borst naar voren, de buikspieren duw je een soort van tegen de grond aan, heel belangrijk, dus niet bol. Nee, duw je echt tegen de grond aan. Zorg ervoor dat je met je nekspieren niet omhoog kijkt, niet naar omlaag, maar hou je nekspieren echt neutraal. Eerstvolgende focuspunt is je armen. Je armen met je polsen waarmee je rekening moet houden, is dat je niet naar buiten gaat met je polsen, ook niet naar binnen, nee, gewoon neutraal ook. De ellebogen hoef je niet te overstrekken, is niet nodig. Je wilt muscles creëren, jongens. Dus heel belangrijk dat je de spieren ook op spanning houdt door de ellebogen licht gebogen te houden. Ik laat zo zien hoe ik het zelf doe. In de video zag je mij met mijn rechterarm presteren. Vergeet natuurlijk niet de linkerarm ook te pakken. Waarom? Zodat je hele lijf in balans getraind is. Aan beginners raad ik een schema aan voor degene die deze oefening willen uitproberen of niet weten van hoeveel herhaling zij moeten doen. Nou, ik raad aan beginners aan een schema van 3x12 herhaling. Dus je presteert ene kant 12 herhaling, pak je 30 seconden rust, eerstvolgende arm 12 herhaling. Dit is 1 set. Hiervan doe je 3 setjes voor een complete oefening. We zijn einde van deze aflevering gekomen. Ik hoop dat je onze video leuk vindt. Vergeet niet een duimpje omhoog te geven en natuurlijk ons te volgen. Fijne dag.